en die religie zit ingebakken. Heer Timmermans. Voorzitter, de veroordeling van wat er is gebeurd in Amsterdam deel ik met de heer Wilders. Er is inderdaad sprake geweest van antisemitisch geweld in Amsterdam, 's nachts. Maar als het ons ernst is met het bestrijden van het antisemitisme, breed, dan kunnen we niet blijven hangen bij veroordeling van antisemitisme in islamitische kring, die er is. Dan moeten we ook kijken naar antisemitisme in radicaal rechts, linkse kring, in radicaal rechtse kring en op allerlei andere plekken waar dat voorkomt. En als de heer Wilders zich zo makkelijk ervan afmaakt, als hij op een podium staat in Boedapest met een premier van Hongarije die bij iedere verkiezingscampagne antisemitisme inzet als campagnethema. Als hij met meneer Kiekel op een podium staat die iedere keer weer antisemitische drek spuit, dan moet hij ook de verantwoordelijkheid nemen om die mensen aan te spreken daarop. Uw geloofwaardigheid staat of valt, meneer Wilders, en daar wil ik u echt een reactie om vragen, bij de bereidheid om alle vormen van antisemitisme aan de kaak te stellen en om toe te werken naar concrete oplossingen. De heer Wilders. Concrete oplossingen heb ik, ik kom er zo op. Ik heb nooit met de heer Kiekel op een podium gestaan. En de heer Orbán is geen antisemiet. Het is een valse spin, dat is hij niet. Hij wordt gesteund door een groot deel van de Joodse gemeenschap in Boedapest. Mensen die daar leven en zeggen dat ze daar geen of nauwelijks last hebben van antisemitisme. Dus het verleden in dat land wel eens anders geweest, dat ben ik met u eens. Maar dat is nu niet het geval. Dus wat u zegt klopt gewoon feitelijk niet. Het is een valse spin om mij nu, degene die dit vaststelt, die zegt waar de pijn zit, om mij nu in één keer in een antisemitische hoek te duwen, het zal u niet lukken. Het klopt van geen kanten en het zal het tegenovergestelde is het geval. Voorzitter, ik heb op dit punt, voorzitter, heb ik de heer Wilders altijd verdedigd. Ik heb hem altijd verdedigd en gezegd, Wilders is geen antisemiet. Maar hij gaat wel om met antisemieten als hij op dat platform staat in Europa. En hij spreekt ze er niet op aan, hij omhelst ze en omarmt ze. En Orbán heeft bij iedere campagne antisemitische thema's gebruikt. Zijn jacht op George Soros was puur antisemitisme. Dat is ook zo opgevat in Europa en in de Hongaarse samenleving. Daar neem ik geen afstand van. Maar nog één ding. Als hij wijst op de Koran en het geloof. Ik als katholiek kom uit een geloofsgemeenschap waar tot ver in deze eeuw, ver na de oorlog, de plicht bestond Joden te bekeren. Ook christelijke kerken hebben lang nodig gehad om zich te bevrijden van een antisemitische erfenis. En het is ze gelukt. Waarom aanvaardt u niet de mogelijkheid dat via dialoog ook op deze manier met de moslimgemeenschap in dit land om kan gaan? We hebben het over Nederlanders die hier thuis horen, die hier blijven en die recht hebben op hun eigen geloof, hun eigen opvattingen binnen de kaders van de wet. Waarom laat u niet de mogelijkheid dat gemeenschappen ook over dit probleem heen kunnen groeien, zoals katholieken en christenen ook is gebeurd? De heer Wilders. Maar waar zijn de gemeenschappen nu? Het is zo stil. Ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet. Waar zijn de moskeeverenigingen? Waar zijn de buurtvaders? Waar zijn de ouders van die kinderen? Waar zijn de afgelopen dagen al die honderdduizenden moslims die zeggen, dit is niet mijn islam, dit is niet dit zijn niet mijn mensen. Ik heb een enkeling gehoord. Maar het gros, het is doodstil in Nederland. Over welke dialoog heeft u het? Ze ontkennen het. Ze verwerpen het, een uitzondering daar gelaten. Tuurlijk, er zijn uitzonderingen, heb ik ook gezien. Maar de grote moskeeverenigingen of de grote organisaties zijn muisstil. Verwerpen het niet. Dus dat is, ik was er niet uitgesproken, dat is vers 1. Vers 2 is, de tijd van dialoog ten aanzien van die gasten die dat donderdag hebben gedaan is inmiddels wel voorbij, hè, meneer Timmermans. We hebben in dit land tientallen jaren hebben we koffie gedronken met elkaar. Hebben we geprobeerd om het met gesprek met elkaar om eruit te komen. Hebben we van alles verzonnen, van integratietrajecten tot buurtvaders, tot nou, ik weet niet wat voor gekkigheid we allemaal hebben gedaan. En wat is het resultaat? Omdat we niet de mensen die we dit land binnenlieten en de volgende generaties die hier zijn geboren, omdat we die mensen als ze de fouten gingen niet hebben durven corrigeren. Dan was er weer
ergens een Frans Timmermans, meneer de voorzitter. Ik zeg het via u. Dan was er weer een Frans Timmermans die opstond en die zei, doe dat nou niet. Dialoog. Je moet ze niet straffen. Je moet niet zeggen dat het moslims zijn of Marokkanen zijn. Maar heel Nederland heeft er last van. En inmiddels hebben we een jodenjacht in Amsterdam. Dus het is een keer klaar met het praten. Het is een keer tijd om stevige maatregelen te nemen. Voorzitter, een stevige maatregel is bijvoorbeeld zwaarder straffen. Daar ben ik voor. Mevrouw Bikker en ik hebben daar een wetsvoorstel voor ingediend. De PVV aarzelt daarvoor. Stem er dan voor. Daar kunnen we al zwaarder straffen. Een Nederlander die zich niet aan de wet houdt, die dient voor de rechter te komen en gestraft te worden. Daar weet de heer Wilders alles van. Dat is hoe we dat doen in Nederland. En daar kunt u meteen iets aan doen. Als wij gisteren samen met D66 een motie indienen om meer rechercheurs op straat te krijgen die achter uitingen van haat aangaan, zoals antisemitisme, stemt uw fractie tegen. Dat is een concreet voorstel dat echt problemen oplost. Wat u doet, is gewoon de boel ophitsen, dit land verdelen, terwijl dit land behoefte heeft aan politici die mensen samenbrengen, die oplossingen naderbij brengen en niet de boel ophitsen zoals u alleen maar doet. Ook de heer Timmermans vraag ik om via de voorzitter te spreken. En dat geldt voor alle leden in dit huis. De heer Wilders. Ik wil het land helen. Ik wil dat het land weer beter wordt. Ik wil dat het land weer sterker wordt. En daarvoor zullen we het tuig keihard aan moeten pakken. Inderdaad, ze moeten worden opgespoord. Het is toch een ongelofelijke schande dat al die daders, dat die allemaal nog vrij rondlopen. Ze moeten worden opgespoord. Ze moeten worden vervolgd en ze moeten een zo zwaar mogelijke straf krijgen. En daarna moeten ze hun, als ze een dubbele nationaliteit hebben, hun paspoort afpakken en zo snel mogelijk als het kan ons land uitknikkeren. En als ik daarbij mag helpen, dan doe ik dat graag. De heer Jetten, maar de heer Eerdmans geeft me een signaal dat hij een punt van orde wil maken. Er moet dan ook echt een punt van orde zijn, anders geef ik de heer Jetten het woord. Ja, misschien namens meer kijkers naar dit debat zullen we het proberen te focussen.